Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Insequarium Deluxe, hier op Wolf Gaming. En vandaag is het tijd om de allerlaatste tank van onze allereerste bonus adventure te gaan completen. Namelijk tank nummer 4, omdat ons hoofddoel van vandaag is om Cyrax, het meesterbrein, opnieuw voor de tweede keer te gaan verslaan en hopelijk deze keer geen pets te gaan verliezen. Dat zou natuurlijk echt helemaal geweldig zijn. Ik kan niet garanderen dat het echt gaat lukken, maar om de Cyrax eenmaal te bereiken, moeten wij als eerste tank 4 helemaal gaan verslaan. Dus het is misschien wel handig om te gaan beginnen met tank 4. Dus, voor onze pets nemen we denk ik deze keer mee Presto, Shrapnel, Nico en laten wij gaan voor Meryl. Vind ik denk een goede combinatie. En volgens mij 3000 muntjes of zo per eitje nodig voor het eerste level. Dus dat is nog wel redelijk te voltooien denk ik. Moet denk ik wel goed komen. En dan zien we wel vanzelf waar het schip gaat stranden vandaag. Of de schatkist gaat vallen of iets dergelijks. Ja, ik zou ook bij zijn skeleton. Ja, moet eens kijken. Ja, daar moet je zijn voor de schatkist. Helemaal gelijk. Zo. Ik denk... Oh jezus, ik heb net eventjes gedraaid aan het wieletje voor mijn dingen. Voor het geluid. Omdat ik net het geluid had uitgezet voor mezelf. Omdat ik dan anders veel te veel afgeleid raak door het leuke muziekje van Insane Aquarium. En dan ga ik allemaal zingen en dan gaat het helemaal fout. Dat zijn jullie wel gewend van mij. En nou, daarom heb ik hem even uitgezet. Alleen ik draai hem iets harder terug. Dus dan zijn mijn oren kapot. Nou zijn mijn oren kapot. Dat is minder. Toch Shrapnel, ik vind van. Als we dadelijk in ieder geval genoeg visjes hebben, zetten we hem gewoon lekker op 2 Merrills. Op 2 H2O's. Nou, ik hoef alleen maar nog water toe te voegen. Hashtag, daar gaan we alweer verder op die ene grap van 2 afleveringen lang. Maar maakt niet uit. Misschien vertel ik vandaag nog wel meer. Of ga ik nog wel meer neuren hier? Oh, wat een feest, wat een feest. Net als bij Zumba Deluxe, als je al dingen moet zoeken of dingen moet tellen, is het gewoon een mysterie van Insane Aquarium. Wat is het wolfje altijd aan het zingen en aan het neuren? Of oh, waar heeft hij het over? Ik het niet weet. Dat is een geheim van de chef. Even kijken, we hebben onze grote leeuw. Dat blijkt trouwens wel een apart verschil te zijn, hè? Want je hebt dan deze, dat is Belrock, dat is de leeuw. En je hebt die andere, die blauwe en de Sylvester. En blijkbaar kan Sylvester maar maximaal 1 visje tegelijk of zo opeten. Terwijl Balrog maximaal of maar geen limiet heeft aan de hoeveelheid visjes die hij opeet. Super weird. Alleen, er is blijkbaar wel een ding of zo. Echt heel raar. En ik heb het nog nooit gezien eigenlijk. Want normaal als ik gewoon Balrog heb en Sylvester heb, dan eet hij toch wel lekker snel door hoor, die Sylvester moet ik zeggen. Dus, ik weet niet waar dat verschil aan ligt. Even kijken, Waltertje. Toink, kijk eens aan. Toink, kijk eens aan. Dat zijn weer 2 extra diamantjes die we in een broekzak kunnen stoppen. Ketmoink. Ja, is het ook echt de moeite waard, zeg maar. Ah, dat was heel close. Is het ook echt de moeite waard om daarvoor te kiezen? Om daarvoor te gaan, voor een extra Meryl. Ze hebben niet zo heel veel van die Mama Fish. Ze hebben daar maar 1 grote grappie. Oh, misschien toch wel een extra Walter, misschien wel handig geweest. Maar oké, we kunnen de tijd niet terugkeren. Nee, dat gaat niet. Dat gaat niet, nee, dat geht niet. Ik heb waarschijnlijk een diamantje nou van jou gemist, maar dat maakt niet uit. Oh, toch niet. Even kijken, oké, je hebt nog lekker gesmikkeld. En hij heeft ook als het goed is een guppy. Perfect doen. We zijn al verder dan halverwege. Wel meer dan de helft. En er komt weer een nieuwe enemy aan, dus dat zal waarschijnlijk wel met veel zijn. Een Balrocky. Balrocky, het is een Balrocky. Hallo Balrocky. Hoe gaat het met die Balrocky? Het gaat heel goed. Nu meer kan ik je niet aan vertellen. Meer kan ik je niet tegen zien. Oh, 2 ijsstukjes. 1 ijsstukje. Ah, dat was jammer van die mandje. 2 ijsstukjes. Toink. Hier, ik wil je geld. Geef meer geld. Geef meer geld. Tok. Tong, tong. Nog 800 muntjes. Oh, dat zou perfect zijn als ik nou niks meer aanklik. Nog 1 diamantje. Kom maar. Oké, dan mag ik wel een paar dingen doen. Hopzakee. Hopzakee, hopzakee. 25 seconden aan bonus round tijd. Het zou trouwens wel heel grappig zijn als je gewoon een keer zo vaak... Of dat het zeg maar allemaal cumulatief zou zijn. Dat elke keer als je bijvoorbeeld een... Oeh, er zijn trouwens heel veel zakken. Dat elke keer als je bijvoorbeeld een bonus adventure zou voltooien, dat je dan elke keer secondes erbij krijgt. Want volgens mij als je daar opnieuw gaat beginnen met de bonus adventure, dan begin je weer op 10 seconden bonus tijd ofzo. Dus dan heb je niet heel veel tijd meer om op dingen te klikken. Kan misschien nog een extra ronde van hem doen? Ja. Niet slecht, bijna 2500. Maar dan reset hij volgens mij weer helemaal terug naar 10 seconden maximaal. Dus dat is niet veel. Het zou wel humor zijn dat je geen moment na 20 bonus adventures gewoon 3 minuten bezig bent met shells verzamelen. Het zou wel leuk zijn. Maar op een gegeven moment kun je ook niet veel meer met shells doen. Nou, 3 minuten 26 seconden.
geen slechte score. Ik ben er tevreden mee. En dit is volgens mij de eerste ronde voor MP die we gaan, die we gaan gebruiken. En ook de eerste ronde voor de Ultra voor. En Billetrus. Oh. Dus eigenlijk moeten we wel een gasje meenemen. Excuseer me, want Billetrus, daar word ik niet vrolijk van. Presto sowieso. Shrapnel vertrouw ik niet. Angie of Gash? Alhoewel, nee, Baltoron. Ja, deze doen we wel. Dan kunnen we switchen tussen deze twee. Ja, ja, ja. Kijk, want jij kan ik op hem schieten. Ja. Ultravoortjes komen erbij. Ik ben tevreden. Zo wil ik het zien. Zo wil ik het zien. Want dan kunnen we eigenlijk Presto gewoon lekker op en neer blijven switchen tussen Angie en tussen Gash. Gash gaan we lekker gebruiken als er één is naar buiten komen waggelen. En Angie gebruiken we als we dan iedereen zeg maar kapot gaan maken. Klinkt heel gemeen. Maar we krijgen er wel diamanten voor. Dat is trouwens weer stom van mij, want Blip ziet gewoon wanneer wij wat kunnen gebruiken. We hebben nou 25.000 muntjes nodig per ijstukje. Ja. Shrapnel time. Oké, okay, dan gaan we eens even kijken hoe dat af gaat lopen. Oh, dus we hebben nou eigenlijk ook helemaal geen grote gupjes nodig, besef ik mij. Oh, wat goed! Oh, daar wist ik helemaal niet. Heb ik helemaal niet bij nagedacht. Oh, perfect, perfect, perfect. Even kijken. Dus eigenlijk is het dan heel erg belangrijk om gewoon al heel veel van deze te kopen. Want hoe meer jij je lekker aan de hand bent, trekken kan ik jou alvast even een... Nou, zo klap je kan ook wel. Zo klap je kan ook wel. Even kijken, doe ik jou gewoon weer terug. En hopsakee, kijk, dan ben jij al mooi actief. Hoe meer we van deze schattenboutjes kunnen krijgen, des te blijer ik word. We gaan denk ik eerst even één ronde wachten tot wij... Die eerste alien attack hebben gehad, die Billetrus. Dan kan die Billetrus lekker eventjes zijn gangetje gaan. Even kijken, ja, type 2 komt eraan. Dan kiezen wij dadelijk voor Gasher. Gasher, komt er maar. Lekker smikkelen. En even wachten. Nee, er is iets belangrijkers aan de orde. Er is iets belangrijkers aan de orde inderdaad. Komt u lekker even mee smikkelen. Even kijken, even kijken, even kijken, even kijken. En Walter. Dat was wel 200 muntjes aan verlies, maar misschien kunnen we nog mee... Mijn leven. Even kijken. We gaan denk ik anders aankomen naar Angie toe. Naar Angie de Angel Fish. Zo. En dan zeggen wij, hoppakee. Er zijn maar drie visjes. Angie, dan moet ik wel te doen zijn. Ja, toch? Ja, dat moet wel te doen zijn. Ja, Angie. Even kijken. Walter, goed bezig. Zo. Dan zeggen wij 1, 2, 3, 4, 5. Extra van hem. En doe maar. Ga maar je gangetje. Zo. Helemaal mooi. Extra breeders, extra upgrades. En nou is het weer Waltertje in de gaten houden. Misschien als hij om gaat keren, perfect doen. Hij is alweer helemaal gereed. Ik vertrouw niet helemaal. Want hij gaat waarschijnlijk naar hem toe als eerste. Ja, alhoewel. Dit moet wat te doen zijn. Dit is ook oké. Dit is wel oké. Zo. Hopsakee. Kunnen we nou een hele hoop carnivores kopen. En dan gaat het helemaal goed komen. Dan gaat het helemaal goed komen. Even drie. Zo. Heel veel mama visjes. Heel veel mama visjes. En misschien... Zullen we mama vis gaan redden of niet? We zouden dus of voor die angerfish kunnen gaan. Voor Nimbo, volgens mij heet hij. Nimbo. Nimbo de angerfish. Ja, Nimbo de angerfish. Nee, we gaan wel voor Cashie. Holy moly. Wacht even. Er gaat in één keer een lampje uit op mij. Dit is heel eng. Dit is heel eng. Holy moly, er gaat een lampje uit. Oh mijn god. Heel mijn kamer is donker. Oké, okay, mijn lamp is ermee opgehouden. Ik ga deze aflevering in het donker opnemen. Echt waar, Wolfje? Ja, dat doe jij gewoon. Eén gekke jongen ben ik. Eén gekke jongen. Heel de aflevering in het donker opnemen. Hopsakee. Even kijken, jongens. Als we nou een beetje opschieten met die grote kont, dan kunnen wij op tijd een ultra voor kopen. Hm? Ja, goed idee van mij. Ja, goed idee. Nou, die leuke schatten gaan even lekker slapen. Die gaan lekker slapen. En het is bijna tijd voor een ultra voor. Ja! Ultra voor tijd. Ultra voor tijd. Nimbo. Poink. Zo. Even kijken. Bijna. We hebben nog twee diamantjes nodig. Komt u mij. Komt u mij. Hopsakee. Perfect doen. Oh. Oh. Dat was anders zo sappig geweest. Kijk eens aan. Kijk, kijk. 1. 2. Oh, bijna 2. Bijna 2. Even kijken. Ik zal voor iedereen wat extra voedsel kopen. Hè? Ja. Niet zo gek. Niet zo gek. Nou. Niet zo praten allemaal. Doe maar rustig aan. We hebben plek voor iedereen. En het is Angie time, want het is tijd voor wat elektrificering. Zo. Poink. Zo. Er zijn nog een paar mensen op het leven gekomen. Ja.
Hebben jullie de grote slag van het wolfje overleefd? We gaan guest selecteren. Die eten lekker één gupje op. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Wij moeten eventjes ervoor zorgen dat deze lieve jongen in leven blijft. Goed zo. Mooi. Rechts onderin blijven. Dat vind ik goed. Dat vind ik goed. Zo. En dan mag je ook naar rechts onder. Zo. En dan zeggen wij een extra waltertje voor de dorst. En dan zeggen wij twee extra water voor ze bij. En zo. Op z'n keel. Even kijken. Maar goed, ik denk dat deze aflevering een soort dubbel opgenomen aflevering gaat worden. Ik ga dus sowieso nou als eerste heel gezellig deze tank afmaken, zeg maar. Die neem ik in één keer op, zo hatsplats achter elkaar. Alleen wat we daarna gaan doen, ja, dat wordt één groot mysterie. Waarom wordt het één groot mysterie, wolfje? Omdat wij dus de strategie opnieuw willen gaan proberen van een tijdje geleden. En dat is die strategie van Mr. Destructor. En Mr. Destructor strategie is eigenlijk dat je dus de Cyrex, die final boss, lekker naar binnen laat. Heel gezellig. Alleen dat je dus, Cyrex laat je naar binnen. En dan laat je de Destructor als eerste naar binnen. Dus moet je heel vaak opnieuw opstarten. Voordat jij uiteindelijk zeg maar een keer de Destructor als eerste poppetje krijgt. En dan moet je gewoon ervoor zorgen dat hij, dat je alle raketten van hem doet afweren. En dan moet je hopen dat je dus mooi het level kan voltooien. Zo. Dat is dus het hele doel. Kijken, maak ze maar dood, maak ze maar dood, maakt niet uit, ze hoeven niet revived te worden van mij. Zo, plats, plats, lekker bezig hoor. Zo, even kijken. Zo, perfect, nog één keer of zo. Jammer Billeterus, jammer voor jou, ja. Het wolfje was snel vandaag, hij was super Sony snel vandaag. Even kijken. Oh, een zakkie. Zakkie? Geen zakkie. Dan gaan we opnieuw voor de schelpen. En 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. Nog 4. Kom op. Oh, al die schelpen. Oh, nog 3. Kom op. Paar seconden. Nou, geef me zo'n schelpen, zakken. Ik ben niet normaal teleurgesteld. Maar nog steeds hebben we bijna 2500 schelpen. Maar nog steeds ben ik teleurgesteld. En we hebben het precies in 6 minuten gedaan. Heeft hij dat stiekem uitgeteld? Dat weet ik niet. Dat ga je nooit achterkomen. Nee, dat heb ik niet gedaan hoor. We gaan niet veel lekker dezelfde strategie weer doen. 1, 2, hatsenflats en dan gaan we weer. Blippi, 4.3. Komt u maar. Ja hoor. Wij gaan verder met de volgende ronde. Een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Altijd prijs, nieuwe prijzen. Allemaal één groot feest. Hatsenflats. En waarom geef ik LLM eten? Want jij hebt nog niet eens honger. Dus jij mag van mij een shrapnel worden. Zo. We hebben nou 50.000 nodig voor elke egg piece. En nou is het volgens mij vanaf deze aflevering dat we gewoon lekker gaan wisselen de hele tijd. Dus 4.3, 4.4, 4.5 en deelt gewoon een grote wissel van de wacht. Dus ik ben benieuwd wat er allemaal voor moois uit gaat komen. Excuse me. Ik heb net gegeten en lekker gedronken. En laat ik zeggen, er zaten heel misschien bubbeltjes in mijn drank. Dus het kan wel eens zijn dat ik de afgelopen tijd een beetje af en toe van die ophikkeltjes krijg. Ja, dan weet u waarvan hoor. Ja. Even kijken. Hopskee. Voedsel. Of heel veel visjes. Hopelijk hebben we nog genoeg muntjes dadelijk. Ik denk het wel, toch? Er komen denk ik waarschijnlijk daar 2 aliens. Ik zou helemaal blij zijn met 2 aliens in plaats van 1 alien. Want dat betekent dat ik weer extra munten kan verzamelen. Het is een Type G. Dat is denk ik de slechtste combinatie die ik nou had kunnen veroorloven. Gaan we naar Gimbo? Nee, deze. Goed zo. Gimbo en Gus. De 2G's. Ja, lekker smikkelen. Doe maar lekker smikkelen. Nee, niks aan de hand. Goed zo. Ik ben trots op je. Laten we zeggen hem. Oké, u heeft er nou geen zin meer om te leven. Nou, dat kan. Ik zou het niet aanbevelen, dat is niet prettig. Ik zou zeggen van, ja, normaal heb je nog heel veel dingen om te leven, maar blijkbaar vond die vis van niet. Ja, heb ik daar niks tegen? Nee, daar heb ik niks tegen. Op tegen, even kijken. Eentje vis. En, sure, why not? Eén, je hebt nog eentje te gaan. Kom op, eentje, je kunt het. Perfect. U bent geweldig. 1, 2, 3, 4. Daar gaan we all out. Voordat we een carnivore hebben, wij gaan all out. Pam, padam. Oeh, Baltertje. U bent heel dicht in de buurt van onze grote vriend Empty.
Ja, 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 komt u maar. Toink. Goed zo. Lekker bezig, lekker bezig. Zullen we gaan voor nog een ronde? Komt u maar. De eerste ronde. Altijd prijs, altijd prijs. U pakt inderdaad altijd de verkeerde. Maar maakt niet uit. Maakt niet uit. Ik ben altijd tevreden over uw werkzaamheden. Nog een keer gaan. Hopskee, dan gaan we weer. Zo, nog eentje erbij. En waarom kan ik dit nou? Ik weet niet. Ik ben in één keer al mijn geld kwijt. Zo snel gaat het, net zoals het in het echte leven. Multiple alien signatures detected. Dan is het denk ik tijd voor Brinkley. En het zijn de grote octopus en onze grote vriend de leeuw. Yay! Wat leuk! Wat leuk! Nee. Hoi. Nee. Af. Nee. Stop. Stop. En mee. Doe maar niet. Doe maar niet. Nee, oké. Mooie parel, dankjewel. Kom op. Geen tweede fase, inderdaad. Dank u. Zo. Even kijken, dan zetten we jou weer gezellig. Alles ziel. Nou, een keer op een waltertje. Want, ik kan je wel lekker gaan mappen. Yay, mappen. Net zoals jou, eentje. Even MP. MP mappen, altijd het leukste. Zo, we moeten eens kijken hoeveel van die mama-visjes we nou hebben. Mama-vis. Een mama-vis. Zo, kapoink. Prachtig, prachtig. Dat zijn weer 200 diamantjes in die broekzak geschoven. Zo, dit is in ieder geval denk ik het assortiment waarmee je het gaat doen om de ultra voor te bereiken. Ik vind het een mooie strategie van mezelf. Laten we hem op hem zetten en dan zeggen wij aanvallen maar. Het is niet veel, maar elk bietje is meegenomen. Alsjeblieft, help mijn grote vis, dank u zeer. Zo, allemaal lekker groot worden jongens, lekker groot worden, perfect. Jou een paar keer eventjes tegen je hartjes aanslaan, helemaal mooi. En we zitten op de helft van onze score. 1, 2, 3. En komt u eraan. Hou je vast. Toink. Goed zo. Ik heb trouwens al een heel leuk idee voor de volgende playthrough. Stel ik zou een bonus adventure tank of bonus adventure deel 3 willen doen. Dan heb ik het idee om een volledig bonus pet avontuur te doen. Dus we nemen de hele tijd gebruiken alleen maar onze 4 bonus pets. En meer niet. Ik heb trouwens niet gekeken wat het was. Oh, het was een gussie. Even lekker Gardevoir opgegeten. Dat kan. Dat kan. Ik had niet opgelet. Ja, dat kan. Dat kan. Dat kan. Even kijken, Waltertje. Waltertje hebben we denk ik dadelijk wel nodig, want er zitten ongeveer op de 10.000 crackeroonies. Smackeroonies, hoppakee. En dat betekent dat onze... bijna ons grote vriend wat... Ja, goed zo, Walter. Ja, jij bent goed bezig. Ik hou van je, Walter. Echt, Waltertje. Ik ben nog nooit zo blij geweest in mijn leven als ik jou gezien heb vandaag. Hopskee, hopskee. Dubbele power. Hopskee, nog een keer. Walter, jij bent mijn engel. Letterlijk en figuurlijk. Hopskee. Lekker iedereen een beetje zeven. En heel veel diamantjes erbij. Mooi, 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 mooi. Oké, dan zetten we jou weer op Walter neer. We hebben weer een paar gered. Jou wat sterker maken misschien. Ik heb trouwens echt een hele jammere kans van Walter net gemist. Maar maakt niet uit. Skate. Ik heb al zo'n max voor je zo. Moet eens kijken. Iedereen lekker smikkelen als hij wil. Lekker smikkelen. Een grote smikkelbeer ben jij. Wat ben jij? Een grote smikkelbeer. Grote smikkelbeer. Zo. Even kijken. Kom op, Waltertjes. Jullie waren de vorige aflevering ook al ontzettend vervelend met naar boven gaan. Dus vandaag zou die wel heel aardig mogen zijn voor mij. Even kijken. Ja, dat gaat nog wel de redelijke kant op. Multiple alien signatures detected. Oké. Okay. Het is weer meneer de inktvis en meneer de leeuw. Die kunnen wel bezig houden beneden. Die laten we lekker beneden. Kijk eens aan. Deze is lekker bezig. Onze leeuw kunnen we wel uitschakelen zo. Goed zo. Even kijken. We gaan dan denk ik al één mama vis redden misschien. En... nee, toch niet. Oké. Okay. Mama vis denkt van... ik zie een leuke, leuke, leuke man daar aan de zeekant. Ik ga erop klikken. Want ik ga er naartoe zwemmen. En toen werd hij door een vorkje en door een grote mes en een vliegenmepper werd hij kapot gemaald. Dat kan. Dat kan. Nee. Nee, mama vis is niet leuk. Mama vis is niet leuk. Skate. Nu zeuren. Poink. Poink. Niet zo zeuren, jongens. Niet zo zeuren. Je hebt allemaal genoeg te eten. Allemaal genoeg te eten, jongens. Niet zo zeuren. Hopsa. Hopsa. Ja, 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 ja. We gaan bal trekken. Zo. Met hiermee gaan we in ieder geval die mooie 15.000 bereiken. Of 150.000. Zo. We zitten in ieder geval op de 300. Dat is een goede aantal, denk ik zo. Bij mezelf.
Dat nog net niet. Dat ook weer net niet. Ah, elke keer net buiten het bereik, jongens. Is dat nou weer voor een gemieper? Oh, perfect. Perfect. Helemaal mooi. Ja, komt u maar. Ja, komt u maar. Helemaal goed. Zo. Oké. Blijkbaar willen heel veel mensen graag, ja, ik ga niet zeggen wat het is, maar iets. Zo. Je zit op de helft. Je zit op de helft. Op de helft des scoren. En dan ga je een beetje koekeloeren. Allemaal lekker naar boven toe weer. Lekker schmikkelen boven. En dan hopen dat ze een keer naar boven gaan met een luie kont. Komt u maar. Lekker naar boven. Lekker naar boven. Goed zo. Ja, een stukje naar boven nog. Nee, het wordt weer één in tijd. Yup, oké. Oké, het is één in tijd. Het is tijd voor aliens. Yay. Ja, dat is de auto. Het is de IG. Oh. Zo. Oké. Okay. Fast enough. Dat was heel fast enough. Zo. Even kijken. Baltertje. En Kablammo. 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 Kijk, dit willen we zien, Walter. Dit willen we zien, Walter. Kijk eens aan. Jij bent onze held vandaag. U bent vandaag een keer goed bezig. Is niet vaak, maar het is nou wel eenmaal gebeurd. We zitten op de 130.000 momenteel. Mooi, mooi, mooi. Omdraaien. Omdraaien. Ja, mooi. Goed zo, Walter. Yay. Of presto. Yay. 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 Goed zo. Eentje. Eén schatkissie. Hopskee. Hebben we weer even gedaan, snel. We hebben 27 seconden aan bonustijd. En we gaan eens kijken wat we van boys allemaal kunnen krijgen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. 1, 2, 3, 4. Nog één, nog een paar, nog maar, nog 6, kom op. 5, 6, 7, 8, 9. Ja, kom maar eentje. Eentje, yay, lekker bezig. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Niks. Oké. We hebben 2800. Niet slecht. Ik vind het zeker niet slecht. In 9 minuutjes hebben we dat eventjes gedaan. Dat doet mij goed, dat doet mij goed. Ja. En dan gaan we nou over naar tankpunt 4. Ja. Gewoon hetzelfde doen. 1, 2, 3, 4. Dat is hetzelfde, toch? Ik weet niet meer. I don't know. Zal wel. Ik vind het helemaal mooi. Hallo, Blippi. Ja, Blippi, hè? Je hebt jouw hele tank lekker laten vermoorden, hè? Als je de vorige aflevering gezien hebt, dan weet je waar ik over gekeerd heb. Maar deze Blipster, die is niet zo aardig geweest. Want hij voelde blijkbaar iets aankomen dat er een alien aan zou komen in zijn tankie. En hij heeft niks gezegd tegen al zijn vriendjes en is al zijn vriendjes opgegeten. Oh, ja, ik weet het. Het kan echt niet. Het kan echt niet. Nee. Als je vrienden in nood zijn, moet je ze altijd helpen. Ja, mooi advies, Wolfje. Oh, heel mooi advies. Ja, ik weet het. Nee, is helemaal. Ja. Toch Shrapnel. Ik vind van ook. Ja, ik krijg er ook explosieve gevoelens van. Maar ja, het is helemaal zo. Dus ja, kan het niet helpen, toch? Toch, MP? Nee. Ik ben helemaal opgeladen van deze gevoelens wat hier allemaal gebeurt. Ik voel me opgeladen. Ach, Wolfje, heb je nog meer van zulke leuke grappen? Ja, ze zitten er vol mee. Ik zit er vol mee met die leuke grappen. Ongekend. Ongekend. Moet eens kijken. Gewoon echt. Oh, dat is trouwens niet heel goed voor mij. Oh, dat halen we wel. Ja, dat halen we wel. Dat halen we wel. En hij heeft een Type 2. Oh, wat fijn. Wat gezellig. Oh. Dan is het tijd voor Gashy. Gashy, komt u maar. Nee, Mama Fish. Hey, hoed heeft... Oké, hier is die opgegeten door Mama Fish. Nee, oké, ik wist het. Er gaat één Mama Fish dood. Ik zag het al aankomen. Nee, er gaat niet opeten. Je gaat niks opeten vandaag. Nee, dat mag jij niet. Oh, nou, dat maakt niet eens uit. Dat maakt niet eens uit. Oh. Kom eens even hier. Hallo. Komt eraan. Even kijken. Eventjes deze kant op gaan met z'n allen. Anders heeft eentje een beetje problemen. Want die heeft altijd een beetje moeite. Alhoewel. Zo. Nee. Angie, wat doe je nou? Pot voor Angie. Jij bent af en toe zo'n waardeloze kwal. Je bent niet echt een kwal. Maar je bent af en toe wel zo waardeloos, Angie. Ik ben echt diep teleurgesteld, Angie. Teleurgesteld. Ja, dat ben ik. Teleurgesteld. En je wilt mij niet teleurgesteld hebben. Maar ja, het is toch ook helemaal gebeurd. Dus ja, hoe ga je dat oplossen, hè?
Hoe ga je dat oplossen? Dat weet ik ook niet. Even kijken, blijkbaar moet de andere Presto Walter moet het maar voor elkaar krijgen. Omdat de normale Walter dat niet kan, hè? Nee, jij moet weer zo nodig lang boven blijven met je dikke luie reet. Even kijken. Wij kiezen voor Angie. Angie, komt u maar. Ja, ja. Zo. En dan komt er dadelijk weer een gemene grote alien. Maar wij zijn al net zo slim om net voor de alien attack lekker een visje te kopen. Ja, lekker een carnivoortje. Zullen wij gaan voor deze lange jongen. Oh, hahaha. Deze leuke kat weer. Oké. Oh, dan hadden we kunnen weten welke we hadden kunnen krijgen, hè. Ja. Dit is van de 14 alien signatures detected. Just kidding, only two. Dat is altijd Dilatoris in die andere. Dat is altijd Ulysses en Destructor. Die hadden we kunnen weten. Toch een Ulysses? Ja, die hadden we kunnen weten. Ik weet het. Oké. Oké. Even kijken. Het is Angie time, want deze gaat afgevuurd worden. Zo. Oké. En nou kunnen we denk ik wel gewoon lekker rustig aan. Nou, dat is ook niet zo slecht idee. Nou kunnen we alles gewoon lekker rustig aan doen. Want wij hebben nou genoeg piranha's om lekker te voor gaan zorgen dat wij mooi onze Ultra Force kunnen gaan kopen daar. Kijk eens aan. Escape. Nog een boxingbal en nog een boxingbal. Allemaal boxingballen tegen je hoofd aan. Ja. Zullen we misschien een hele van deze kopen? Moet eens kijken. Jou upgraden, jou beter maken. Iedereen krijgt eten. Nee, niet doodgaan. Dat wil ik niet. Nee. Het is nog veel te vroeg om dood te gaan. Is niet goed. Nee. Afgekeurd. Duimpje omlaag. Nee, niet goed. Hallo? Inderdaad. Lekker smikkelen. Zo willen wij dat zien. Lekker smikkelen. Pam. Kutwoink. En bijna gekoink. Nee. Nou, alhoewel, dan gaat in één keer een hele hoop dingetjes krijgen, denk ik. Een hele hoop kindjes krijgen. Dat iedereen lekker kan smikkelen. Nee, niet iedereen lekker smikkelen. Nou, dat is jammer voor jou. Het is een type 2. Ik had eigenlijk Gash moeten selecteren, maar ik ben niet meer slim. Zo, hebben we dat goed gedaan? Hebben we dat goed afgeweerd? Niet helemaal, maar het is oké. Het is nog te overzien. Zo. Dan is het tijd voor een Waltertje. Waarom doe ik die afvuren? Ik zou het bos niet weten. Please vraag niet aan mij. Zo. Hopskate, op een woordje. Kijk eens aan. Perfect. Perfect presto. U weet hoe het hier moet. Oh, en jij ook normaal hoor. Kijk eens aan. Zo hoort het hier. Dan hebben we weer bijna genoeg om een tweede ultra voor erbij te kopen. Even kijken. Hopsplay. En tweede ultra voor. Oh, wat goed. Oh, wat mooi. Ik ben nog nooit zo blij geweest. In de water, de deep water, the lion sleep tonight. Yes. Toink. En toink. Toink. Goed zo, dubbel toink. Toink. Oh, en is het jammer dat je nou weer moet slapen, hè? Slaapkopje. Je kleine slaapkop. Dat was helemaal nergens voor nodig. Even kijken. Ja, die zit nog mooi in de radius. Het is ongekend. Hopskee. Oh, wat ben je goed bezig. Oh, wat ben je goed bezig, Presto. Dit is iets minder. Angie, help. Goed zo, Angie. Jij bent mijn Angel. Oké. Rustig aan. Naar beneden met jou. Nee, ult daarvoor. Oké, ult daarvoor. Oké, twee ult daarvoor. Dit worden bijna twee ult daarvoor. Eén ult daarvoor had geen zin meer in om te reden, blijkbaar. Oké. Dat kan. Maar Walter wil dat even goed maken, zo te zien, met een hele hoop schatkistjes. Daarmee ben ik helemaal blij. Zo. Oké, we zijn weer terug bij je. Even koekeloeren. We gaan nou denk ik sparen met deze hoeveelheid wel voor onze eitjes. Ja. Daar hebben wij in totaal 225.000 smackeroonies voor nodig. Ongelooflijk. Maar wel waar. Zo, eventjes kijken. Ik hoor trouwens ook een pauwtje. Prachtig.
eentje. Vooruit, eentje dan. Nog eentje. Goed zo. Hij gaat het jackpotgebied in. Ja, goed zo. Lekker bezig, Walter. Ongekend. Wat een goede... Oh, ik wou zeggen, wat een goede teamgenoot bij mij. Ja, dit is wat ik bedoel. Hier word ik nou echt ultiem gelukkig van. Oh, wat ben jij vandaag geweldig bezig, lieve schat. Ongekend. Nou. Even kijken, hebben jullie nog wel lekker smikkelen? Jullie verdienen dat wel hoor. Jullie hebben zo erg je best gedaan nou. Jullie mogen voor mij wat extra voedsel hebben. Zo. Even kijken. Hopsakee, u bent er inderdaad in het gebied gearriveerd van de Ultra Force. Yay! Zo. Nul te pol. Hopsakee. En het is gelukkig de Ulyssum Destructor. De mindere erger van de twee. Oeh, dat was in al tijd. Oké. En zo. Carnival maakt niet uit als je doodgaat. Oké, is te overzien. Goed zo. Mooi, Waltertje. En we gaan weer verder. Niks aan de handje. Doink. Een paar carnivores. Anders gaan ze denk ik niet overleven. Doink. Mooi. Even kijken, daar zit de andere Walter. Poik. Goed zo. Toch eentje. Zo, dan hebben we nog 750.000 van die leuke muntjes nodig voor onze collectie. Bijna. Maar bijna is niet helemaal helaas. Oeh, maar er is geen bijna meer. Nee. Nou ben je wel in het goede gebied bezig. Helemaal mooi. Even kijken. 1, 2. En dan moeten we nog 45.000 hebben. Pam. En dat is trouwens ook, als jullie je afvragen van, hey Wolfje, waarom heb je af en toe gewoon de neiging om, zeg maar, niks uit te geven? Even kijken, is het verstandig? Oké, niet heel verstandig. Maar waarom heb je af en toe de neiging om, zeg maar, niks uit te geven, doordat je echt alle drie de eitjes stukjes kan kopen? Nou, daar zal ik eens een verklaring voor geven. Net op het sirenegeluid van de aliens. Maar dat doe ik eigenlijk omdat stel er zou een keer een alien aanval komen en ik zou echt helemaal kapot gaan. Zeg maar dat ik niks meer overleef. Heb ik altijd zeg maar iets wat geld om terug op te vallen. Want stel ik zou dan net genoeg hebben voor dat eerste eierstukje. En die zou ik dan net gaan kopen. Ja dan, en ik zou daarna alles kwijtraken. En dan kan ik zeg maar niks meer terugkopen. En dat is een beetje jammer natuurlijk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ik had nog eigenlijk door kunnen gaan. Excuseer maar. Oké. Dan gaan we hier wel voor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Zo. Nou, 3400. Dat is inderdaad helemaal niet om daar onverdrietig over te zijn. Potje doosie. Nou. Alle koekjes, saus op een rij. Hier word ik hier blij van. Maar goed. Nou, ik kan het gewoon nou, lekker uitleggen. 1, 2, 3, 4. Verder gaan wij niet met plezier. Zo. Ja, dat was heel nuttig, Walter. Maar goed, dan stel je voor. Dan zou hier nou dat eikenstukje, die kost voor mij 100.000 muntjes per eistukje, dacht ik. Is dus een strategie om eigenlijk de 300.000 volledig op te sparen. En waarom doe je dat dus? Stel, ik heb dus 100.000 muntjes heb ik nou. Die ga ik dan net uitgeven, dus inderdaad, aan het eistukje. Ben ik al mijn munten kwijt. Komt in één keer bijvoorbeeld een Psycho Squid en een Balrog. Dus die zijn twee hele gemene aliens tegelijk. Neem heel die tank leeg en al mijn Ultra Force zijn in één keer weg. Nou, moet ik in één keer helemaal opnieuw beginnen met het spel. En als ik nog een hele hoop muntjes over heb, kan ik gewoon in één keer 10 Ultra Force erbij kopen. En dan gaat het een stuk sneller, zeg maar, terug dan dat wij voor aangebleven waren. Dus dat is een beetje de logica erachter. Toch, Walter, ik vind van ook. Pam. Echt, jij moet mij echt eens zien, jongen, op mijn bureaustoel. Echt, ik ben nog nooit zo hard ben ik aan het jammen. Echt, ik jam hem altijd zo hard op deze muziek. Het is tijd voor Type 2. Gashy, komt er maar. Even kijken, wij gaan iedereen naar deze kant toe brengen. Oh. Oké, toch één mama vis. Toch één mama vis weer, hè? Ja, wat gemeen van jou. Even kijken. Ja, waarom niet? Ik noem jou al eventjes zo, hè. Even kijken, Ultra voor Carnivoortje erbij.
Ja, kan. Het is oké, op zich. Op zich. Ja, why not? Bam, padabadam, dadadam. Wanneer zal ik iets meer gaan over mijn geheime verhaaltje weer gaan vertellen? Oeh. Nu we altijd wel een beetje erachter willen halen natuurlijk waarover ik het heb. In principe, dat is misschien een leuke tip. Ja, nieuwe tiptijd. Ik heb het in principe niet over één serie, maar ook over twee series eigenlijk. Zo, daar is het. Daar is het. Dat is mijn verhaal. Dat is mijn verhaal voor vandaag weer. Dus, als je erachter wil komen van maar de cookie sauce heeft die gekke man het nou weer over. Het gaat niet om één serie, eigenlijk over twee series. Very interesting, very interesting, hè? Ja. Zeker iets om eventjes over je hoofd te krabbelen. Ja, even over na te denken. Dat is het woord. Of de zin. Multiple alien signatures detected. Dank u zeer. En we gaan dan voor onze leuke... perfect. Ik weet even niet hoe die heet. Hoe heet die nou? Ik weet niet meer. Nee. Ja, meneer Dino. Meneer Dino, zo heet jij. Ja, doet het nog iets aan of niet? Oké. Een watertje. Bam, 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 bam. Een watertje voor mij om jou. La 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 la. Ja. We hebben al volgens mij best wel veel tips gehad, hè. Tot, om na te gaan, zeg maar, over welke serie ik het nou uiteindelijk heb gehad. Ja. Dus ik ben benieuwd. En denk de eerste paar antwoorden, zeg maar, in de reacties die ik dan zie met de juiste serie. Die krijgt van mij een hele gezellige ding. Een hartje, een duimpje omhoog, of misschien zelfs vastgepimpt worden. Alles van mij krijg je in de reacties. Het is ongekend. Maar als je dus weet over welke serie slash series ik het heb. Bij mijn Instagram aflevering sinds, denk ik, 2 afleveringen terug. Dan krijg je van mij lekker een duimpje omhoog. En een hartje. En vastgepint. Oh, ongekend. Nou, vastgepint dan weet je. Vastgepint kan misschien nog iets anders worden, maar wel zeker krijg jij van mij een hartje. Walter. Dat was jammer, Walter. Oh, Waltertje. Ja, goed zo, Walter. Oh, minder goed, Walter. En... Toink. Goed zo. Tegen zijn kontje. Hopsakee, nog een keer. En hopsakee, nog een keer. En hopsakee, bijna. Multiple alien signatures. Oké, dit wordt eventjes een heel apart gevecht. Nee, ga weg bij mijn nota voor. Gashy. Help me, Gashy. Lekker smikkelen. Etenstijd. Ja, lekker hoor. Goed zo. En perfect toe. Oké. Zo. Hé, wat een drama. Wat een stress. Ongekend vandaag, die drama. Pam. Oké, even een leuk geschiedenis, of een nostalgieverhaaltje van mij. Ik speel dus al in San Aquarium echt vanaf mijn kleins af aan. En ik denk, een wolfje, ik ben nog helemaal niet zo oud. Ja, oké. Maar ik speel het echt helemaal vanaf mijn 8 of zo. Echt al super vroeg. En een beetje wat ik echt altijd zo gaaf vond. Tank 4 vond ik als eerste super eng en super moeilijk. Ik kan me nog herinneren dat heel mijn tank helemaal vol zat met Ultra Force. Maar dan moet je ook echt denken aan een stuk of 50 of zo Ultra Force. Echt helemaal vol. En ik kan me ook nog herinneren dat er heel vaak zo'n Type 2 alien voorbij kwam vliegen, zeg maar. Of voorbij kwam zwemmen. En dan is, mag ik wel zeggen dat ik daar niet heel bepaald blij van werd. Nee, die had, zeg maar, in zijn goede modus, had hij een soort van... Ja, laten we zeggen... 40 van de 50 Ultra Force op gegeten of zo. Dus nee, daar ben ik niet heel blij van. Dan hadden we het tweede ding. En dat was dan... Hoe heet het nou? Echt, ik werd helemaal gek. En het was echt het ultieme doel om eens een ijsstukje te kopen. Want de hele game lang had je dus de hele tijd, zeg maar, je geld tellen. Oké, trouwens, maar nee, ga je maar even naar rechts. Naar links toe, zeg ik. Ik zei naar rechts, dat klopt. Dus je had het misschien verkeerd willen staan. Maar je mag lekker links blijven. Maar echt, de hele game zit je dus de hele tijd met een even aantal muntjes. Ook nou, als je nou kijkt, hebben we 34.940 muntjes hebben wij. Precies, zeg maar, lekker even. En het was zo gaaf en eindbaas gevoel als je dan eindelijk één
ijsstukje had gekocht. Nee, wij gaan naar Ashton. Wij gaan naar Ashton. Oké. Gelukkig. Gelukkig maar. Het was echt zo'n eindbaasgevoel als je dan de hele tijd, zeg maar, één... of dat je dan een oneven aantal muntjes had, zeg maar. En dan moet je dus 99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 
eventjes uit. Want dan, oh, ik echt. Daar ben ik dan zo blij van. En ik had mij zo'n meestergevoel van, wow, moet mij eens zien. Nee, zo, okay. Nou hebben we pas veel Ultra Force, hè. Nou hebben we veel Ultra Force. Maar dat gaf me echt zo'n meestergevoel van, moet mij eens zien. Het is de allerlaatste level van Instant Aquarium. Het is nu de tijd om gewoon oneven aantal muntjes te krijgen. Wat? Ja. Dat was echt helemaal de ding. Ja. Leuk verhaaltje. Leuk verhaaltje. Dat was het. Ik heb ook één keer gehad. Dat kan ik me nog herinneren. Dat was heel erg vroeger. Dat was volgens mij nog zelf bij oma. Ja, bij oma was dat. Dus had ik, oma had zeg maar een computer. Echt waar, die had een computer. Ja, dat was een heel oude computer. Heel grappig. Heel leuk, ja. En dan had ik eens een keer de uitdaging voor mezelf gedaan. Elke keer als je dus een nieuw account start, heb je dus kans in de Virtual Tank. Dat je dus een soort 15.000 mini-sylvester kan kopen. Zeg maar 15.000 shells kost die. En dan kun je een mini-sylvester kopen. En een mini-sylvester is eigenlijk een soort van mini-blauwe alien. Die je dus alleen maar voorbij ziet komen in een late tank. Even kijken. Oh, perfect. Oh, dan gaat er waarschijnlijk wel een grote kans hebben dat er een Ultra Force nou geschoten gaat worden. Omdat we heel veel Ultra Force hebben. Maar het was dus echt zo'n meesterlijk iets. Dat, om dan zeg maar elke keer opnieuw een account aan te maken. En toen ging ik ergens om 9 uur 's ochtends maakte ik er een account aan. Toen ging ik elke keer opnieuw een account aan maken. Totdat ik uiteindelijk een account bij me had. Die dus zo'n mini Sylvester kon laten kopen. En toen ging dus de hele dag ging ik spelen, ging ik echt de hele game heb ik toen in één dag uitgespeeld met challenge mode. Om dus genoeg shells te verzamelen om uiteindelijk dus, die mini Sylvester te gaan kopen. Dat was dus echt gewoon dé ding voor mij. Dat vond ik zo vet. Dat ik gewoon echt de hele dag heb ik dus toen gespeeld om dus een mini Sylvester voor mij te kopen in mijn virtual tank. Oh, daar was ik gewoon zo blij mee, hè. En ook dadelijk met die Cyrex die we dadelijk gaan verslaan. Oh, daar heb ik zoveel moeite mee gedaan. Daar heb ik echt zoveel moeite mee gehad, in ieder geval. Maar goed, we hebben het gehaald. 1, 2, 3. Bonus round van 30 seconden bijna. Dus misschien kunnen we meer dan 3500 shells verzamelen. Eens kijken. Ah, nee. Ik heb de verkeerde gedrukt. Het gaat helemaal fout. Nee. Ik heb de moed opgegeven. Nee, moest kijken hoeveel blauwe. 1, 2, 3, 4, 5. Oké, het gaat echt helemaal fout. Misschien als we nou nog genoeg krijgen voor een andere, dan heb ik nog misschien genoeg. Genoeg zakjes? Nee. De game heeft er normaal geen zin meer in nou. Nee, we moeten even straffen blijkbaar. We moeten straffen. We hebben het zo slecht gedaan. En wat krijgen we nu? Niks? Oh, ik denk we krijgen zo. De Cyrex lag, maar nee. Oké, ik stop maar. Maar goed. Ja, ik was dus echt helemaal gewoon. En dat we dus een hele dag gingen spelen voor zo'n mini Sylvester te krijgen. En die Cyrex, holy moly. Ik had op een gegeven moment gewoon pijn aan mijn muisvinger. Door het snelle klikken op de muis, zeg maar. Omdat ik dan heel snel moest klikken voor Cyrex. Dat was één grote paniek. Ja. En dan was ik echt één grote paniek. En dan was ik helemaal trots en zo als ik het gehaald had. Was ik echt helemaal blij. Ging het allemaal mijn ouders vertellen. Zo. Oh, wat leuk. Maar goed. Dat zijn mijn Instant Aquarium verhalen uit vroeger. In ieder geval. Het is tijd om Cyrex te gaan verslaan. En dat betekent dat ik jullie weer terug ga zien. Als het mij potentieel is gelukt om Cyrex te gaan verslaan. Zonder één pet te verliezen. En anders. Tot zo. Dan zien we wel waar we uit gaan komen. Maar in ieder geval. Ik wens jullie heel veel plezier nog maar kijken dadelijk. Dus. Tot zo. Oh, wat een spanning, hè. Het is ongekend. Ja. Ja, dat is eigenlijk wel lekker. Oh, het is Destructor. Destructor. Hallo, lieve schat van me.
Lieve schat van me wat je bent. Jij bent de beste schat vandaag. Eens even kijken. Hele mooie paraatjes van mij. Oh, ik heb de destructor vernietigd. Wat heb ik mezelf aangedaan? Als we nou heel veel geluk hebben, krijgen we een destructor erachteraan. Kom op, destructor. Kom maar nog een keer. Kussie. Ja, die kunnen we openstaan. Hahaha. Willen meer destructors of kussies? Doe maar mee. Komt u maar. Stuur ze maar om af. Oh, wat mooi. Goed zo. Nog meer kussies. Ja, ik weet het. Nog meer kussies. Of destructortjes. Kom maar. Ja, kussie. Ja, we hebben hem hoor. Komt u maar. Komt u verder. Ja, dit is een beetje een actiesituatie waar ik momenteel in bevind. Zoals jullie net konden zien, halverwege de Final Boss heeft het spel zichzelf laten crashen. En nu ik het spel opnieuw heb opgestart, wilt hij blijkbaar dat ik het derde bonus adventure ga starten. Terwijl ik daar nog helemaal niet van plan was. Ik heb nog helemaal geen resultaten gezien. Ik heb geen creditscène gezien, helemaal niks. En volgens de Hall of Fame heb ik blijkbaar 14 van mijn 18 pets laten overleven. Maar goed, ik weet niet waar die 4 pets in één keer heen gezonden zijn, maar ik kan er nou helemaal niks meer aan doen, want ik moet in één keer de derde bonus adventure gaan starten. Hopelijk gaat hij de derde keer niet crashen als ik ooit nog de derde bonus adventure ga starten. Waarschijnlijk wordt het een bonus adventure met alleen maar exclusieve bonus pets. Dus deze even kijken, deze 4 poppetjes. Maar ja, nou moeten we nog wel een beetje deze aflevering volwaardig gaan afsluiten. Dus we gaan onze eigen credits zetten maar een beetje ervan aanbreien. Dus we gaan eerst onze normale tekst doen die we normaal zouden zien. We hebben ook als het goed is leuke Lullaby muziek op de achtergrond lopen. Dus, onze tekst is... Congratulations! You successfully vanquished the alien horde. The epic conflict between fish and evil has finally come to a close. Dus haakjes, once again. Thanks to you, aquarium owners can sleep easy tonight. Nou, ik weet niet wat ze heel rustig kunnen slapen, omdat er allemaal crashes misschien voorkomen. Maar dat maakt niet uit, het gaat helemaal goed komen. Voor de rest wil ik nog een paar poppetjes bedanken voor dit geweldige avontuur wat ik deze keer heb meegemaakt. Onder andere Gus, omdat hij zo vaak is voorgekomen, terwijl er eigenlijk destructors moet voorkomen die veel makkelijker zijn. Maar goed, blijkbaar vond Gus in één keer zichzelf helemaal geroepen deze avontuur om heel vaak voor te komen. Dus dankjewel Gus, ook destructor natuurlijk een beetje. En tot slot hebben we natuurlijk de Psycho Squid. Dat is ook natuurlijk een heel leuke alien die heel vaak op bezoek is gekomen. En heel veel sushi heeft gemaakt van onze visjes. Dus ja, ook dank u wel Psycho Squid voor het geweldige avontuur. Ook wil ik een paar pets gaan bedanken. Die echt mij ontzettend heeft meegeholpen in het bonusavontuur van de afgelopen keer. Onder andere Nico de Oyster. Shrapnel de Bommenmakerij. Blipje de Dolfijn. Gumbo. Amp. Angie, Presto, Stanley en niet Brinkley. Ik heb volgens mij super vaak Brinkley gezegd. Maar nee, geen Brinkley. Sorry Brinkley, ik heb je niet vaak gebruikt. Maar Stanley, Walter en natuurlijk de maker van deze geweldige game, George Fan. En natuurlijk Flying Bear Entertainment. Ook al bestaat hij volgens mij niet helemaal meer. Maar natuurlijk Flying Bear Entertainment ook heel erg bedankt. Dus... hopelijk heb je nog iets van deze aflevering kunnen vinden. Ik heb echt ontzettend lang nagedacht wat ik nou hiermee moet doen. En denk van, ga ik nou nog een hele bonus adventure opnieuw spelen? En denk van, ja, dat wordt wel een beetje overdreven. Dus ik heb er een beetje een eigen creditscène aan achteraan geflopt. En voor de rest, misschien kunnen we nog afsluiten met een leuke bonus virtual tank weer een paar minuutjes. Misschien wel leuk. Dus haal die Lullaby muziek maar weer naar beneden. Even kijken, dan haal ik deze weer omhoog. Even kijken, doet hij het? Hij doet het weer. Wat een gezelligheid. Het is ongekend, het is ongekend. Iedereen is weer terug van weg geweest. Hehe. Nou, in ieder geval, hartelijk bedankt voor jullie support en dat jullie gewoon deze... ja, een beetje een hele bijzondere afsluiting van de aflevering hebben willen meemaken. Misschien kunnen we nog afsluiten met een echte alien encounter. Dat zou natuurlijk helemaal tof zijn. Maar ik ga alvast eventjes zeggen tegen jullie... alvast bedankt voor al jullie support. En ook als je nog kijken. Hartelijk dank voor het kijken. Tot zo lang en tot zover.
En laat nog even een duimpje omhoog achter. Druk op die grote rode abonneerknop en op het belletje ernaast. Dat is helemaal gratis. En je kan er ook gewoon weer terug of de-abonneren wanneer je zelf wil. Allemaal geen probleem. Ik vind het allemaal prachtig. Laat nog ook een leuke comment achter. Leuke suggesties, leuke challenges. Laat het allemaal lekker weten in de reacties. Kijk er hier wel zeker naar uit. En voor de rest, in ieder geval een heel hartelijk bedankt voor het kijken. Een hele fijne dag toegewenst. En nou is ook eventjes wachten tot onze alien binnen moet kunnen vallen. En dan gaan we deze aflevering afsluiten. Zo. Even kijken, waarmee sluiten we deze aflevering af? Het is de leeuw. Nou, wat mooi. Wil je ook nog iets zeggen, leeuwtje? Nee, u gaat alleen maar smikkelen. Oké, ga maar weg dan. Zo, ik wens je in ieder geval nog een hele fijne dag. En tot de volgende keer. Later.